RTV Totaal voor Maasendaal. Zichtbaar en hoorbaar in de hele regio. Binnenkort zal de verdere samenwerking tussen RTV Totaal en de andere lokale omroepen in de regio meer zichtbaar worden. Vanaf begin mei zullen we starten met de gezamenlijke tv-uitzendingen onder de naam RN7. De start van RN7 op tv betekent de volgende stap richting de fusie naar een streekomroep. Ja, inderdaad. Nog een paar dagen dat RTV Totaal te zien zal zijn op televisie. Te horen is het al niet meer op de radio. We zijn al in maart samengegaan met de andere lokale omroepen in de nieuwe streekomroep RN7. Dat gaat ook gebeuren dus over een paar dagen op televisie. De voordelen die daarmee mee naar voren komen is dat wij meer kunnen doen op televisie. We hebben er als RTV Totaal toen voor gekozen om wat foto's kabelkrant te laten zien. Dat kan in een nieuwe opzet zoals het NLPO en het Commissariaat van de Media graag een lokale omroep ziet, kan dat niet meer. Het samengaan van lokale omroepen tot een streekomroep komt vanuit Den Haag en het NLPO. Reden is het professionaliseren van de omroepen dat tot meer kwaliteit zal leiden op radio en tv. Dat is dan ook de stap die RTV Totaal graag wil maken. Zorgen dat de kijker en luisteraar beter geïnformeerd wordt over wat er speelt in de regio. Er moet echt televisie gemaakt worden. Er moet dagelijks een nieuwsbulletin uitgezonden worden. Nou, dat is natuurlijk op de manier hoe zij graag dwingen dat omroepen met elkaar in de streekomroep gaan. Nou, wij doen dat met een paar omroepen hier, nemen we daar het voortaan in. Samen met Nijmegen in ieder geval zijn we nu begonnen aan het RN7 project, de streekomroep. En over een paar dagen gaan we dus ook op televisie overschakelen naar het RN7 signaal. En dat betekent niet dat dan het nieuws niet meer te zien is vanuit Beuningen en Drutte. Nee, nog steeds. Zullen we daar zijn, brengen we het nieuws. Verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties. Die aandacht die krijgen ze ook echt. De gemeente krijgt de aandacht ook echt nog wel. Alleen er is meer te zien. Dus het televisie kijken wordt ook leuker omdat er veel meer programma's zijn. En dat is een belangrijke verandering. En ik denk alleen maar positieve verandering die over een paar dagen plaats gaat vinden. De kijker thuis hoeft overigens niks te veranderen aan de tv. Dat gaat allemaal automatisch. Nee, je hoeft er voor de rest niks over te doen. Het signaal gaat automatisch over, dus je hoeft ook niet iets opnieuw in te stellen. De kijkers kunnen gewoon naar hetzelfde kanaal blijven gaan. Het enige wat ze zien is een ander beeldmerkje. In plaats van RTV Totaal is dat dan RN7 geworden. Maar voor de rest zal er niet veel veranderen. Ja, meer programma's, dat wel.